dollars on your head. Listen, ass nigga gave his mama to the feds. Wauw, die gaan we echt zeker doen. Ah ja, hier zijn de oorbellen. Ik zal ze wel gewoon zo ophangen. Oh, het is kennelijk om te doen, jouzelf te schminken. Wieuw. Vandaag gaan we Edison haar TikTok dansje nadoen. Ik ga een TikTok dansje op Edison haar account vinden en daar gaan we samen bekijken. Ik hoop dat we 7000 en 5 likes op deze video kunnen halen. Als je deze video leuk vindt, vergeet zeker niet te liken en te abonneren op mijn kanaal. Let's go! Ja, ik heb er eentje gevonden. Die gaan we nu bekijken. Do my dance in these $1,000 pants. Don't disrespect me and my mans. Bam, a whole lot of chops on your ass. Hey! Dollars on your ass. Listen, ass nigga, his mama to the feds. Wauw, die gaan we echt zeker doen. Zij heeft zo'n witte t-shirt aan met zo'n zwarte riem. En zij heeft kei mooie oorbellen aan en haar haar is los. Dus dat gaan we doen. Let's go! Nu zijn we op de tweede verdieping en hier zijn alle kamers. En hier is mijn kamer en daar gaan we keileuke kleren in vinden. Tada! Dit is mijn kamer. Jullie hebben dat zeker gezien op mijn roomtour. Oké, eerst hebben we zo'n cream nodig. Ik denk dat dat ergens hierin zit. Ja, schmink hebben wij zeker nodig. Maar ik ga dat in de badkamer zetten straks. Maar eerst gaan we voor de kledij zoeken. Oh my god, ik heb een zwarte riem gevonden. Het is niet echt een riem, maar het is er dichtbij hoor. Bij de sportkledij heb ik zeker wat shortjes. Ja, hier. Eigenlijk maakt dat niet uit. Ik ga toch deze aan doen. Zo. Dus, short, check. Riem en short is check. Nu nog dat hemdje. Het moet wit zijn. Ik denk dat mijn papa eentje heeft in mijn mama en papa zijn kamer. Dus ik ga daar nu kijken. Oké, dus momenteel zijn we in de kleedkamer van mijn mama en papa. En nu moet ik zo'n hemdje vinden. Waar zou dat zijn? Hier moet het zeker zijn, want ik weet dat mijn papa een hemdje heeft. Oh my god, hier! Ja, ik heb er één gevonden. Ik denk dat die perfect zal zijn. En nu gaan we het eens uitproberen. Dus ik heb mijn hemdje. Ja, wacht! Bijna vergeten nog oorbellen nodig. Zij heeft ook oorbellen aan, dus ik ben echt bijna vergeten. Zonder dat zou het niet perfect zijn. Maar nu ga ik mijn oorbellen zoeken. Nee. Ah ja, hier. Hier zijn de oorbellen. Die zijn ook goed, maar de verschil is dat ze zo die flapperige dingen hebben. Maar ik heb geen gaatjes, zoals je ziet. Ik zal ze wel gewoon zo ophangen. Ah nee, dat is ook cool. Nu ga ik alles aandoen dat jullie kunnen zien wat het resultaat van de outfit is. Let's go. Nu ben ik eindelijk klaar met de outfit. Hemdje check, riem check, oorbellen check. Flipflops tellen niet mee, oké? En nu gaan we verder naar de make-up. Let's go. Ze heeft heel naturel make-up aan, dus ik ga niet zoveel make-up op mijn gezicht doen. Oké, we gaan eens zien wat we hier hebben. We gaan zeker wat blush gebruiken en wat eyeshadow. Ik ga voor deze en deze kleuren gaan. Ik hou van bling bling, dus ik gebruik dat heel vaak. Oh, dit is kennelijk om te doen, jouzelf te schminken. Wieuw. Andere oog even. Nog wat eyeshadow. Nu nog wat bling bling. Ik ga toch wat deze pakken. Die is mooier. Bling bling, I love you. Nu ga ik deze blush gebruiken. Dit is zo in een stick waar je gewoon zo dopt. En dan moet je dat gewoon uitblenden. We zijn bijna klaar met de hele schmink. Het is niet zoveel zoals je denkt. Het is gewoon 3 stapjes. Dus we zijn klaar met de hele schmink. My dance and
in these $1,000 pants. Don't disrespect me and my mans. Bam, whole lot of choppers on your ass. Scram, we just putting dollars on your ass. This nasty nigga gave his mama to the feds.